Ruim 4 keer in de week reist Melvin met plezier per trein. Hij ergert zich dan ook dood aan het vele geklaag over het treinpersoneel. Vele mensen die zeggen altijd de treinen rijden niet op tijd. En het is bijvoorbeeld zo van, nou ja, het is allemaal de schuld van de machinist of de conducteur. Maar dat is natuurlijk niet zo, want die mensen zijn afhankelijk van de vele dingen die op het spoornet gebeuren. En vandaar heb ik die website opgericht. Op zijn website respectvoorns.nl kunnen reizigers een complimentje achterlaten voor het treinpersoneel. Melvin maakt tijdens het reizen graag een babbel met de conducteur. Hij krijgt dan uiteraard vele positieve reacties op zijn website. De reacties zijn heel leuk, ja, goed initiatief en ze zijn blij dat ze dat doen. En ook de NS, Twitter van de NS, die reageert ook leuk initiatief en een mooie website. Melvin vindt het reizen met de trein zo leuk dat, hoe kan het ook anders, hij erover na zit te denken misschien later conducteur te worden. Nou, sinds groep 1 vind ik zelf al de conducteurs ja, een leuk vak. Dus ik zit zelf ook om te denken om dat te doen. Maar ja, alleen de dodelijke treinongelukken, dat staat mij dus echt tegen.